Hallo allemaal, ik ben Rutger en vandaag ben ik verenigd met... Jami! Yay! Het is de allerlaatste dag van deze februari week. Maar die gaan we even heel goed afsluiten met een prank call video. We gaan namelijk songtekst prank callen. Wat we gaan doen is, we hebben gewoon Nederlands liedjes opgezocht. En dan gaan we zo meteen allemaal klantenservice bellen. En dan gaan we gewoon die songtekst opnoemen. Gewoon ja, zeggen. Alsof we een gesprek met ze aangaan, ja, maar dan met songtekst. En dan kijken we wel wat er gebeurt. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Let's do it. Ik ga nu alvast Chinees bellen. En ik ga het liedje van Milène en Rosanna van het Junior Song Festival voorlezen. Double Me. Ik kan niet lachen. Oké, okay, focus. Goedemiddag, Rutger. Goedemiddag, spreek met Rutger. Ja. Ik wil graag wat bestellen. Ja hoor, zeg maar. Double Me. Welke? Double U. Kwam en U? Mhm. Oké, die zijn aroma pizza saus, hè? Ja, is het me or is it you? Ik doe varkensvlees, toch? Mhm. Meer en meer in de frame? Sorry? We are just the same. Dus double me. Wat bedoelt u? Ik kan u niet vertellen, meneer. Double you. Is varkensvlees of... Mhm. Toch? Mhm. Is it me? Wat me? Or is it you? Juk. Waarmee juk bedoelt u? 136. Sunny fresh filet met pinta aroma saus. Neem dan saasje erop. Ja. Ja? Meer en meer in de frame. We are just the same. Ogenblikje hoor, meneer. Chinese muziek. Dit hadden we moeten doen. Jami gaat nu een restaurant bellen. Met de songtekst van Be Brave. Hoi, met Jami. Hoi. Vanaf de dag dat ik je, ja, je voor het eerst zag, was er iets in mijn hoofd dat me zei: laat deze niet varen. Nee, nee. En daarom heb ik jou het liefst dicht bij mij. Hallo? Hallo? En ik hou echt van alles wat je doet. Geloof me, ik vind het goed. Maar oh oh. Hallo? Oh oh, je vindt dat ik overdrijf? Vind je dat ik rustig aan moet doen? Nou, ik ga nu een sauna resort bellen en ik ga titellied voorlezen. Oké. Okay. Goedemiddag, gesprek met Rutger. Hallo. Hallo. Ik zat in bad. Ja. Gewoon in bad. Een beetje met het sop te clearen. Je weet wel, met die vlokken schuim. Meneer, heb je een vraag of we een reservering maken? Ja. Mijn buik en schouders te versieren. Voel ik ineens twee kleine bobbels. Meneer, als je een reservering wilt maken, dan hoor ik het graag, maar anders ga ik de verbinding verbreken. Waar volgens mij eerst nog niks zat. Niet veel, maar toch. Nou. Nou, jeetje. Nou. Goedemiddag Albert Heijn, klantensus. Wat kan ik voor u doen? Hallo, je spreekt met Rutger. Goedendag. Hallo, heb je even voor mij? Dat ligt er aan. Nou, maak wat tijd voor me vrij. Ja, ja. Nou, het gelukt. Ja, ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Nou, ben ik blij mee dat ik je blij maak. Ja, ik zit... Misschien kan je iemand anders een gedichtje sturen. Dat is misschien beter. Nou, ja, ik zit gewoon te dromen of jij zult komen. Oh ja, leuk voor je. Nou, sorry, ik dacht ik leuk je werkdienst ietsjes op. Sorry. Oh, je bent helemaal er stil van. Het was goed bedoeld. Doei. Heel de dag heb je alleen maar klagende mensen aan de telefoon over dat producten niet goed zijn en dan komt er een lief gedichtje. We gaan nu KLM bellen als laatste met een liedje van Bluff. Goedemiddag. Zij stuurt me kaartjes uit Moskou. En uit Madrid komt een brief met de prachtigste verhalen
En god, wat is ze lief. En gisteren uit Lissabon, ik mis je en een zoen. En vandaag uit Praag, ik kattenbel. Want er is zoveel te doen. En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort je mijn hart vol met al het liefst uit Londen. En deze brief heb je ontvangen? Ja. Sorry. Ja, verre landen ken ik niet. Boven uit mijn atlas. Oké. Sorry, ik ben er nog steeds, maar sorry, ten eerste, ik snap er niet zo heel veel van, maar ik denk dat... het spijt me, maar ik ben echt genoeg om de verbinding te verbreken. Alsnog wil ik u een fijne verwisseling meegeven en ja, een hele fijne dag. Hetzelfde. Dank u. Fijne dag verder, doeg. Bedankt voor uw tijd. Eens gelijk, dag. Maar deze was echt heel vriendelijk. Ja, is gelijk, dag. Maar KLM was in ieder geval wel vriendelijk, ja, en behulpzaam. Beter dan die andere. Ja. Oh. Ja. Dit was de songtekst prank call. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wij hebben in ieder geval erg moeten lachen. Als je het leuk vond, vergeet dan niet om een duimpje omhoog te doen. We hebben ook een video op jouw kanaal gemaakt, op het kanaal van Jami. En daar hebben we de... First tweet. Ja, is het een challenge of... challenge gedaan. First tweet challenge. Ja. Die is ook erg leuk geworden, dus klik nu vooral even op Jami. Check de video. Ja. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Een fijn weekend en tot maandag. Maar tot die tijd. Stay fabulous. Doei. Doei. Dit was alweer de laatste februari video van deze week. Maar maandag ben ik natuurlijk om 3:30 weer terug met een nieuwe video en een nieuwe gast. In de tussentijd kun je natuurlijk al mijn avonturen volgen op Twitter, Instagram en Snapchat. Een heel fijn weekend en dan zie ik jullie maandag. Doei.